Zo, en hier staat de Jumbo, zie ik. Karin Tolkamp van de Jumbo, hallo. Nou ja, goedemiddag. Jullie zijn onder andere bezig. Ja, ach, hey Bibi, jij ook hier? Ja. En wat doe jij hier? Eten halen. Dus mensen, voor wie het nog niet weet, Bibi, onze eigen presentatrice en haar moeder van de Jumbo. Jullie zijn onder andere bezig voor Noorderhulp. Ja, dat klopt. En wat doen jullie dan? Nou, mensen kunnen een koffertje raden. Ja, we hebben ze nu liggen. Maar zo dadelijk zetten we ze weer recht op en er zit een nummer op. En als mensen dan een nummer raden van een koffer met het bijpassende product van de Jumbo wat daar op die vlag staat. En ze hebben het goed. Dan krijgen ze een bon van 50 euro om bij de Jumbo te besteden. En dan schenken we dus ook een bon van 50 euro voor het Noorderhulp. Dus een waardebon van 50 euro. Kijk, onze cameraman die draait zich net om. Een waardebon van 50 euro. Ja, maar dat is toch eigenlijk al bijna zoiets als deal or no deal in het klein. Ja, dat klopt. Misschien hebben we dat zo'n beetje afgekeken. Ja, dan maken jullie in dubbele zin eigenlijk mensen blij. Degene die hier komen spelen en ja, de mensen voor wie Noorderhulp eigenlijk werkt. Ja, dat klopt. Oh. Kijk, is dat niet lief? Nou mooi, de eerste ronde hadden we 5 spelers en de eerste 3 spelers die hadden gelijk al raak. Dus ook raak voor Noorderhulp natuurlijk? Ook raak voor Noorderhulp. Nou, en dat noem ik eens nou maatschappelijk samenwerken. De Jumbo en Noorderhulp. En ja, ik hoop dat het zo verder gaat. Kijk. Oh, kijk. Oh, even kijken. Mensen winnen een pasje met een waarde van 50 euro. En voor Noorderhulp, als je even mee wil lopen. Ja, ik loop even achter je aan. Kijk, voor Noorderhulp hebben we hier de bonnen in zitten. Dus eigenlijk een beetje symbolisch. Ja. Die doen we hierin en daarna worden ze allemaal geteld. En dan krijgt ook Noorderhulp een bon van de waarde die hier dus nu in zit. Dus dat is nu al 200 euro. Dus op deze manier helpt Jumbo mensen uit de eigen buurt? Alleen maar. Ja, want dat is toch mooi? Dat is hartstikke mooi. Maar jullie hebben niet alleen Noorderschap in de schappen liggen? Nee, maar we hebben ook geen Noorderhulp in de schappen liggen. Nee, maar daar werken jullie. Daar helpen wij wel een handje aan mee. Ja, dat bedoel ik. Ja. Noorderschap in de schappen en Noorderhulp voor de hulp. Ja, precies. Nou. Dat was het even hier van het Jumbo-hoekje. Wow. Nou, dan gaan wij even verder. Helemaal goed. En jullie nog veel plezier. Komt goed, dankjewel. En dan mag hij raden welk product, wat daar op het spandoek staat, welk product in het koffertje zit. Mocht je dat goed hebben, zeg je bijvoorbeeld, koffertje nummer 3 zit chocolademelk in. En het klopt, dan krijgt u een bon te waarde van 50 euro van Jumbo. Daarentegen schenken wij ook een bon van 50 euro aan Noorderhulp. En Noorderhulp is een organisatie in Aalten die zich inzet voor mensen die niks tot weinig hebben. Dus, mocht je een koffertje noemen en waar het product dus niet in zit, dus als het fout is, voor iedereen een prijs. Het mooiste is natuurlijk dat je het gewoon raadt, maar dat is aan jullie. Ja? Nou, dan zoek ik eigenlijk iemand die het nummertje in heeft. Oh, jullie waren allemaal zo bescheiden om te wachten. We hebben nummer 1. Zo. Mevrouw, de eerste keus. Je wilt mij hier hebben, dat is goed. Welk koffernummer had u in gedachten? Nummer 7. Ja.
Oké, okay, ik vind het heel vastberaden. Ja. En wat denkt u welke producten in Confiseren zitten? Chocolademelk. Wow. Anouk, we gaan kijken of er in koffer nummer 7 chocolademelk zit. Chocolademelk! Ja, zeg! Dit, Klasse, gefeliciteerd! Ja, dank je. Dankjewel. Super. Wauw. Daar vind ik het, hè. Nee, ik heb er nooit geluk mee, maar nou wel. Hey, nou wel. Geweldig. Kijk, u krijgt een bon van mij. Een bon van de Jumbo. Een kaartje met een waarde van 50 euro. Nou zeg, wat leuk. Dankjewel. En u mag nu ook symbolisch. Ja. De 50 euro aan Norbert schenken namens Jumbo. Die mag u in deze bak doen. Ja. Wij gaan dit doneren aan Noorbehulp en Noorbehulp mag boodschappen doen voor mensen in Aalten die weinig geld hebben. Ik heb het geprobeerd. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja? Zo, nou, heel leuk. Ja. Dankjewel. Bedankt jullie collega ook, hè, die inmiddels hier de... Anouk, bedankt. Ja, maar de andere... Oh, nu zoeken we de worteltjes en eigenlijk zoeken we naar de koffertje 6. Altijd een spannend moment, hè? Echt wel. Ah. Oh. Sportdrank. Oh. Niet veel met worteltjes te maken, sorry. Helaas. Maar je gaat niet meer liggen aan, hoor. Je krijgt van ons een bus slagroom met een waardebon voor een appeltaart. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. Die maken we zilver in de winkel. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt. Nummer 3, misschien nergelijk? Ja. Hebben jullie dat ingefluisterd? Ja, wij weten het. Hè? Echt? Je mag het zeggen, Daan. Daan wil het volgens mij zeggen, hè? Daan? 4? Ja. Wat zit erin? Sofie, wat denkt u wat erin zit? Wat zit erin, Nova? Roze koeken. De roze koeken. Wat voor 4 roze koeken. Nou, laten we het open. Oh, de worteltjes. De worteltjes. Hadden we kunnen weten, daar hebben we niet van, hè? Nou, maar is niet erg, hoor. Nee, weet ik. Maar jullie krijgen wel lekker wat te snoepen. Oh, lekker hoor. Dank je. We gaan kijken, Anouk. Roze koeken in nummer 5. Ja! Ja, mooi. Dan gaan we wat anders verzinnen, hè? Ja. Kijk. Heel mooi. Dat is een pasje. Kan je gewoon af laten tikken, hè? Is goed. Als je voor 20 euro boodschappen doet, blijft er gewoon 30 euro op staan. Ja, dat is helemaal goed. Alsjeblieft. Heel mooi, dankjewel. Krijg jij die weer? Bedankt. Hé, dankjewel. En symbolisch mag u 50 euro starten. Dat zal ik doen. Nou, hebben we hulp. Wauw. Bedankt, hè. Ook bedankt. Doeg. Doeg. Succes. Nou, nog een keer dan. Ja, het wordt nu wel heel spannend, of niet? Vertel. Koffer 8. En ik ga voor de halfvolle melk. Koffer 8 en ze gaat voor de halfvolle melk. Je moet toch ergens voor gaan? Ja, daarom. Ik kan wel een half uur gaan staan nadenken, maar dat helpt ook niet zo heel veel. Had je al tijd voor het aan te denken? Oh, dat was eigenlijk wakker. Oh! Oh. Schitterend. Zonde, zonde. Nou ja, ja, ik zat te twijfelen tussen die twee. Echt? Ja, ja, stom, hè? Oh. Ja. Ja, nou ja, maakt niks uit, hoor. Was leuk om mee te doen. Ja, dankjewel. Ik ga ook niet meer liggen aan de weg. Nee, daarom. Bedankt. Doei, hè?